Wat een lange eerste helft, zeg. Ja, zeg dat wel. Ik pak nog even een wijntje. Wil je ook iets? Wil je van mij een biertje meenemen, alsjeblieft? Ja. Oh, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Wat gaat er beginnen? De reclames natuurlijk. Het is geen Super Bowl, hè? Let daar maar op. 5 minutes later. Ik zei het toch? Vet. Afgelopen week publiceerden VIA Nederland en Deloitte hun jaarlijkse rapport over digital advertising bestedingen in Nederland. En hoewel het totale aantal bestedingen ten opzichte van 2022 met 5% is gestegen, wist 2023 de verwachtingen niet helemaal waar te maken. Desondanks zijn de verwachtingen voor 2024 onder respondenten hoog, met een verwachte stijging van 14% in bestedingen. Opvallend, maar niet gek. Een van de voornaamste redenen voor zijn positieve voorspelling is namelijk de sportzomer. Zowel het Europees kampioenschap voetbal als de Olympische Zomerspelen staan voor de deur. Een mooie aanleiding om eens in te zoomen op de psychologie achter adverteren tijdens een groot sportevenement. Want in hoeverre beïnvloedt zo'n event de wijze waarop de consument naar advertenties kijkt? Zat jij ook aan je beeldscherm gekluisterd toen Max Verstappen zijn eerste wereldtitel binnensleepte? Of toen Iniesta de WK-finale in ons nadeel besliste? Momenten die je niet snel vergeet, waarschijnlijk omdat je er met volle aandacht naar keek. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waaronder het onderzoek van de Society of Aging and Physical Activity uit 2019, blijkt dat sport een belangrijk middel is om in ons aandacht te grijpen. De prefrontale cortex, terwijl de hersenschors in de voorhoofdklap, gaat over het behouden van aandacht. Deze laat aantoonbaar minder alfa-hersengolf zien wanneer iemand naar een sportadvertentie kijkt, dan wanneer iemand naar een advertentie kijkt waarbij geen sport voorkomt. Alfa-hersengolven worden geassocieerd met rust en ontspanning en nemen dus onder andere af zodra we sport waarnemen. En door die afname worden we alerter. Met andere woorden, advertenties waarbij sport een rol speelt zorgen voor meer aandacht bij de kijker. Of het nu om een sportproduct gaat of niet, maakt daarbij niet uit. Adverteerders profiteren daar enorm van, zowel tijdens sportevenementen als er buitenom. Tijdens sportevenementen zijn kijkers enorm betrokken bij wat er op het scherm gebeurt. En als gevolg ook tijdens bijvoorbeeld de pauze, waardoor met buitengewone aandacht naar een advertentie wordt gekeken. De boodschap komt daardoor beter over, wordt beter onthouden en zorgt ervoor dat meer positieve associaties met het merk worden gevormd. Denk je aan advertising rondom sportevenementen, dan is de kans groot dat je aan de Super Bowl denkt. Apple's 1984, Snickers, You're Not You When You're Hungry, een heel scala aan Hollywood-acteurs en sponsorships waar je ook maar kijkt. Ieder jaar weer halen merken alles uit de kast om de harten van de Amerikaans volk te veroveren. Maar daar zit ook meteen de crux van het verhaal. Hoewel het evenement kijkers van over de hele wereld trekt, is en blijft de Super Bowl een Amerikaans feestje. Je zult dan ook niet zo snel een Nederlands merk de portemonnee zien trekken. De Olympische Spelen en het Europees kampioenschap zijn wat dat betreft met hun grens- en cultuuroverstijgende karakters veel interessanter. Want een van de redenen waarom adverteren rondom een sportevenement zo goed werkt, in combinatie met die verhoogde aandacht, is het gevoel van verbondenheid met de gemeenschap onder de kijkers. Sport verbindt en verbroedert, leidt tot patriotisme en trots. En door een advertentie te tonen die qua geest in lijn ligt met de geest van het sportevenement, kan een merk onderdeel worden van het gevoel van verbondenheid. En die verbinding leidt weer tot meer begrip van de boodschap en een positieve associatie met het merk. Jij was erbij, samen met je beste vriend en dat ene merk. Van verheuging en blijdschap tot teleurstelling en bezinning. Sport is emotie. En verbinding en emotie zijn nauw met elkaar verweven. Het zorgt voor vertrouwen, begrip en een gevoel van veiligheid. Om te verbinden spelen merken daarom gretig in op de emoties van consumenten en sport is daarbij uitstekend geschikt voor. Kijkers verkeren op dat moment vaak in een verhoogde emotionele toestand en kijken aandachtig naar wat ze zien, waardoor de impact van een boodschap vaak extra hard is. Aandacht, verbinding, emoties. Het komt allemaal samen in sport. En wetende wat sport met onze hersenen doet, is het helemaal niet zo'n gekke gedachte voor een merk om op grote sportevenementen in te zetten. Natuurlijk zijn er allerlei factoren die beïnvloeden hoe goed en lang een boodschap blijft hangen. Besef je bijvoorbeeld dat elk merk hetzelfde idee heeft en de kijker daardoor in korte tijd wordt overspoeld met impressies. Maar dat is voer voor een andere aflevering. Mocht je naar aanleiding van deze video vragen hebben, neem dan vooral even contact met ons op. Tot de volgende aflevering.